Hallo, ik ben Gamers. Mijn naam is Koen en ik weer een nieuwe aflevering van Walking Dead Saints and Sinners. In de vorige aflevering, als je die nog niet hebt gekeken, ga hem dan direct even gaan kijken. Zijn we hier geëindigd? We zijn gestart met Casey's shit te horen en naar hier te komen om een pomp te vinden. En ondertussen zijn we min geraakt van een soort van forbidden love, een soort van Romeo en Juliet situatie, waar dat wij een jongeman genaamd Devin helpen zijn liefde van zijn leven, Justin, te... We helpen hem te communiceren met hem door brieven te geven, like een fucking idioot. Maar we krijgen er iets voor, dus like, dat is iets. Hoe dan ook, we hebben die brief gegeven en Justin heeft ons een brief gegeven. Maar like, ook een ding is van ja, we moeten hier weggaan. Ja, je hebt gelijk, laat me gewoon weggaan hier, bla bla bla. En dan deze hoer, ik bedoel deze prachtige vrouw met een gun op mij gericht, vraagt ons heel vriendelijk, totaal niet bedreigend bedoeld, om de brief te vervalsen. Ze heeft een andere brief gegeven waar dat er staat dat ze like, fucked zijn, dat ze over zijn, en bla bla. Dus we kunnen eigenlijk kiezen of, oftewel een soort van war te laten starten en zij twee zijn gelukkig, oftewel levensterrein met hun twee hartjes te bereiken. Dus dat gaan we vandaag beslissen. En twee brieven. Eén, voor de gay gasten te samen te brengen. En bedoel, ik ben geen gay basher, ik wil niet gecanceld worden in deze zombie-apocalypse. Zeduidelijk wel. Het is wel lekker, het is kut dat ik geen fucking dingen heb voor haar hoofd mee te pakken. Hoe dan ook, we gaan zien wat we gaan doen. Ik heb echt zin om haar neer te slaan, maar... Fuck you. Oké, we gaan naar Devin gaan. En dan hebben we ook nog een andere kerel waar we de pomp mee gaan halen. Ik heb dus net gaan eten, sorry als ik even... Wat noem je het? Leger ben. Ik heb net gegeten. En dus ja. Dan ook, we gaan even gaan kijken. Sorry, je stop een keer met een fucking gun op mij te rijden, bitch. Ik ga weg. Ga fucking weg. Fuck man, ik heb gezegd tegen haar dat ik er ging helpen. Of ja, haar ging helpen. Dat ik waarschijnlijk niet ga doen aangezien dat ze gisteren een gun op mij rijdt, fucking bitch. Dus nu moeten we Devin gaan zoeken. Naar fucking kutsjaren, man. Oké. Devin zagen we hier, maar waar is Devin? Geen idee, we gaan hem gaan zoeken. Wat we zien. Oké, okay. We hebben wel niet de scène gekregen van Justin. Nothing better to do. Haar hoofd is ook wel nice. Dat is chill. We dan ook, dus de vorige aflevering stond waarschijnlijk vorige week online, misschien een paar dagen geleden voor jullie. De reden dat ik dat doe is omdat ik dus een paar afleveringen hier geleden ook moest eten en twee afleveringen heb opgenomen, twee deels, een deel ervan. Meestal had maar twee views. Dus dat is kut. Is dat hier dan als auto? Wanneer? Nee, hier stond hij toch? Hier stond hij, hier zagen we hem en we zijn. Daar gaan we blad, dus hoogstwaarschijnlijk. Open Sesame. Eén deur gaan maar open. Ze keren niet als we iets pakken, als ze zien dat is gewoon niet, dat kan ook. We gaan voorzichtig zijn, toch, voor de zekerheid. Ze horen me niet, dat is chill. 1-1-1-1 ammo. Blikje cola. Andere shit. Quad ineens cola, man. Kijk, kunnen we een mes vastpakken, we moesten mee toch wel. Yo. Nope, geen vijand. Chill, lekker, goed. Voor mij. We bloeien de deur open. What was that? That's the tourist? Doesn't look so tough. Weer al. Wat hebben ze met mij zijn uitgegaan? Nou maar ja, waarom staan er hier voetstappen op? Kun je hier opklimmen? Oh, een beeldje. Ik kan niet verven. Hoeveel hebben we nog over? Ik ben nog veel, echt nog. Shit, ligt hier niks anders, dus... Ligt hier gewoon een beeldje. Oh, hier is die kerel. Ah, dat is die andere waar we mee moest praten. Who's there? Niemand. Ik ga even praten met die gast. Als je niet erg vindt. Is allemaal bloed?
The fuck is er mis met jullie, man? Wat is jou? Is that so? I suppose you want something for this info, too. Never mind. Gonna keep it to myself. Beat it, jackass. Het is een grapje. Ik wil het zeggen, mag ik alsjeblieft nog een keer een kans hebben om te praten met u? Ik wil gewoon zien wat er gebeurde dan, maar ik wil eigenlijk niet nee zeggen, want ik wil echt wel iets hebben hiervoor. Maar ik wil ook geen... What the fuck is er mis met jullie? Het ligt hier weer al een lichaam. Een bakje weer, oh. Ik kan het er niet door, oké. Het is serieus mis met die gasten hier. Is that so? I suppose you want something for this info too. No. This info is free, but only because you're such an amiable guy. Ooh, spill it already. Like I ain't got nothing better to do than listen to your clowning. Waarom hier van de... Okay. Oh shit. Waar zijn we? Ik ga Devin niet weer aan. Serieus, hey weer? Ja, hey weer. Gross. Pallen. Ja, dat bloed is sowieso nieuw. Waar is Devin? Hierachter en we hoor ik met me praten. Als ze niet weer weven. Don't hang around too long. Wandering around. Yo, I'm here. Dit is een groot ingewikkeld stadje, man. You made it back. God, I hope nobody saw you. Did Justin send a reply? Ja. Oké, weet je, we gaan gewoon het echte geven. Here it is. He was glad to hear from me. Thank you so much. This letter made my day. Hell, it made my life. Justin and I, we're gonna do this. We're really gonna do this. Oh, cute. You made a difference today, stranger. I owe you. Here's that key, I promise. Hopefully gonna make your life a whole hell of a lot easier. Hij meest sleutel hier voor iets. Thank you very much. Mag ik het alsjeblieft van hem? My space, my rules. Was back off. Ja, die hebben we niet meer nodig. Out for a stroll? Think it's wise to be wandering around? Dus weer, als ik een hatchet vind, ik ga iedereen even vermoorden. Maar eigenlijk kunnen we hem nu ook wel vooraan. Waar is die sleutel voor? Zegt hier. Oh, hier is de sleutel. Oké, weer een bericht pakken. Dat hebben we niet nodig. Dus ik wil gebruiken. Dit is een echt handige ding, dus dat ga ik sowieso wel aan meepakken. Ik ga proberen geen overbodige ding mee te pakken, like dat ik normaal doe. We hebben nu genoeg ruimte, maar nog niet voor alles. Dus ik ga wel echt gewoon alleen maar shit dat we nodig hebben. Sharp object hebben we nog zo. Waarom pak ik heel veel bijbels mee? I don't know. Best waar. Foto's al. Nee, ik weet niet, ik wil echt van de dingen. Dit is gewoon een side-dingsplan, maar ik wil helemaal mijn bus decoreren. Ik weet niet waarom.
Ziet er mij gewoon chill uit. Ik heb vorige keer ook gedaan eigenlijk. Of ja, redelijk veel toch. Een kruis. Maar hem nodig natuurlijk in deze moeilijke tijd. Shitting fucking hell. Wat is er mee? Oh, oké, maar dit is wel leuk. Een kerkorgel. Oh, power guy. Oké, Ami heeft dus een ding. Dus hier moet je onder een masker natuurlijk. Oké, en hem, weet je, zo. Ze kunnen op een trap, maar ze kunnen mij niet horen, dus ik mag praten. Oh, daar is die pomp, denk ik. Ik denk dat ik het hier herken. Pomp ligt hier, toch? Ik wil hier zo snel mogelijk weg. Dan ga ik al deze shit niet. Wat is het? Wat is het? Yo, ik ben weg. Het is dit om echt aan. Shit. Rechts, links, rechts. Rechts, links, rechts. Net op dit gedaan. Dit was op. We hebben helaas niet gezien wat er gebeurt met die andere mensen. Ja. Boeien niet, boeien niet. We hebben de sidequest complete. We hebben geen oorlog gestart. We zijn good guys gebleven. Ook al kijk ik als in een oorlog gestart. Dus ik weet niet wat ik daar heb gezegd, maar ik moet niet rassen. Pas ik hier ergens op. We hebben één keer gehad en we voor een let's play. Ik kwam hier toe. Na mijn stad ook, like wat we net hebben gedaan, maar echt, ik had niks mee, ik had geen mes mee, ik had niks mee, geen gun mee, oh ja, ik had niks, helemaal niks. Dus ik heb... Fuck, ik heb hier toegekomen, er stonden hier allemaal mensen van de tower mee op te wachten. Ik heb hier denk ik een glassen vol, ik heb één iemand gekild ofzo. En het stond er heel veel aan, ik heb ze heel sneaky kunnen pakken nog. En uiteindelijk in een bus heb ik een boog gepakt. En ik heb dan de rest gaan afkeilen met een boog. Maar ja, dat was echt eens verschiet, man. Het is gewoon heel veel geplaatst eigenlijk. Ik ga ook wel gaan vlug even al deze shit doen. Dat is nog niet gedaan, de aflevering hierachter gaan we nog even iets kleins doen. Even naar de lantaarn kijken naar zo'n nieuwe quest spotten. We gaan even dit weg doen. Dit weg. Die ding. Ik weet niet waarom ik deze bijbels uit mee pak, dat is echt bullshit maken. Want dit volgen me raar shit. Nog een familiefoto. Zo had het probleem. Oké, ik wil eigenlijk ook een klok.
even hier leggen. En dit allemaal. Oh, deze kunnen we gebruiken wel voor mensen in het hoofd eraf te halen. Ik was dat vergeten. Maar ja, geen probleem. Daar zul ik allereerst staan aan doen. Van dinges. Oké, we gaan even kijken. The fuck. Weet je, we gaan toch even opruimen. Nee, we gaan niet opruimen. What the fuck doe ik? Ik ga dat wel in breed eten. The fuck doe ik in een balken. We gaan kruisjes. We gaan mijn eentje toe. En één kruis, oké, want dat is nog geen best chill. Want dit is arm natuurlijk. Oké, let's go. Talk to Casey. Casey. Doesn't make sense to get all worked up. Dan alles toch? Dan alles toch? Hier zou dat wel zijn. Slapen en dan gaan we ze gewoon bij elkaar zetten. Oké. Day 9, early morning. Supplies have dwindled. The dead have grown in number. Cool. Oké, okay, en nu gaan we even. Lantaarn is aan. Casey, come in. Hello. Yes, I'm here. Manual open to the appropriate page. You ready? Good. Let's do this. Great. Let's start with the serial number again. Then I can calculate the flow requirement settings, just like the first time through this. 562-793-6-42. Okay, let me look at these charts a second. So here we go. Got it. Set valve A to 26. Valve A set to 26. Number's green. Okay, good. Valve B with A at 26 should be set at 39. Valve B to 39. Valve B to 39. Set. Two numbers green, A and B. Perfect. Okay, last valve. One second. There we go. Valve C should be set to 67. Valve C set. All numbers green. Now the button, right? Yeah. Press the round button, and we'll be calibrated. When this is all over, we should start a plumbing business, huh? The bunker buds. Sounds like a plan. But the name needs work. Tourist and the Lip Flapper Inc. That's catchy. Tourist. Anyways, this regulator needs to be installed in another pump near St. Vincent's. Same routine with the beacon light. It'll be on, so be ready for walkers skulking about. Now once it's installed and you're back at the radio, let's touch base. Good luck. I'm gonna spend the rest of my day figuring out how to prevent the floodwater from shorting out my radio. I'll talk to you soon. Dus waar moet ik naartoe, zegt hij? Naar de kamer moet gaan, oké. We gaan dat straks een kruisje tegen, of waar dat er is gebeurd, Mauri. Ach, oké, ik dacht even dat er gewoon een hoofd kan doen. Maar Ori is nogal samen, zo gaat het. Daarom in de oké, we gaan even eten dan. We gaan even kijken naar de lantaarn. Daar gaan we gewoon gaan. We hebben toch twee messen, kozen. Ah ja, we moeten niet eens mee terug gaan. We hebben alles, dus we kunnen gewoon naar hier gaan en dan naar de kerk gaan. We hebben ook zo'n ding voor zombies, dus ah ja. Ik weet niet, ik denk niet dat we veel problemen gaan hebben. Een klein hok of zo. Hey, tourist. Something you need to understand. From perspective. The tower executed my husband. Cold blood. Take the walk, they call it. Rooftop march right over the edge. 45 stories. The whole rotten collective gathered to witness the plunge. Even people we considered dear friends. Carmen, Micah, Todd and Silva. They stood there, watched and...
We zijn nothing. Al aan het Gary is, was no cannibal. Georgia just wanted him gone. It was only a matter of time before I was next. And then Ambra. You question anything Georgia does, she will manufacture whatever she can to turn the tower against you. She's got everyone afraid. So I got my hands on something they desperately need. The reserve key. And we got out of there. I searched high and low for the door for the same obvious truth. Better chance to find a lair of the Rougarou than this godforsaken reserve. I'm through with the search. Let everyone else kill each other over it. The key is just insurance for me at this point. Bargaining chip. In case Ambra ever gets captured. Not interested in brokering any other deals for yeah, it. Yeah, yeah, okay. That's as direct as I can be. As far as the next cache is concerned, keep your eyes peeled for marked up maps. Showing pockets where the walker population isn't so dense. Might be the only safe spaces in New Orleans. That's all I'm after right now. Rest of the cache is yours. Meds, ammo, food. Maybe even a few surprises. Definitely enough to keep a pro scavenger happy. May. Je dacht, chill, we gaan naar de kerk gaan. We hebben maar één zombie tegengekomen, dat is chill. Oké. Oké, we gaan dus dit doen. We gaan een pomp installeren. We gaan niet meer weggaan daarna. We gaan dan nog even in de bus zitten. Kijk wat dat Casey wilt. Want als ik het goed heb, zijn er 3 of 4 pompen. We hebben nu 2, denk ik. Even kijken of er hier nog iets in. Ja, dit is wel. Beginners, uit. Meestal een taart voor een keer. Oh, eentje komen. Wat ik ook door had, is dus de Negan Fluid heb ik geprobeerd. Lekker weer een keer, na heel lange tijd, en het is bij de chill. En iemand zei van, je moet dat, of ja, wat heb je dat al niet een keer gedaan? Hier is een zin, ik ga dat eigenlijk doen. Maar ik moet naar de kerk gaan, wat dat daar is, maar ik ga niet meer stoelen. Hier is de eerste pomp. De pomp is daar. Dus wat ik doe, de vraag is het al geïnstalleerd nu? Ik moet terug gaan. Hopelijk ligt het al op, wacht tot dat Casey nog een keer laat. Dus dat is in de kerk. Nee. Ah ja, we gaan zien wat er gebeurt hier. Ik ga wel even het ding neer. Ik ben toch niet veel beter om mee te gaan. Ah. Oké, okay, nu wat minder schoten, omdat ik meer kracht heb gedaan.
Wat zou hier Vin onderweg gaan lopen? Dus go back. Ik denk niet dat we nog met Casey gaan praten. Ik weet het niet. Ofwel ja, die gaan misschien al zeggen waar dat moet gaan. Ik weet niet. Kan je kijken wat dat we kunnen doen? Maar ik wil geen nieuwe missie starten. Omdat ik niet te lang aflevering. Ik ga niet meer keren, heb ik gezegd, de vorige aflevering. Maar toch. Ik wil het niet. Iedere keer dat een aflevering van een uur en een half heb. En ik wil meerdere afleveringen hebben. En bedoel, ik ga proberen zoveel mogelijk te uploaden. En hoe langer aflevering dat maak, hoe rapper ik het ga uitspelen natuurlijk. Omdat ik dan draai elkaar spelen, anders wacht ik een week of zo. Maar ik wil Aftershock spelen en ik wil het spelen rond de tijd dat het uitkomt. Zodat ik geen spoilers kan zien en dat een beetje nieuw is als ik het speel. Dus dat ga ik het wel moeten uitspelen denk ik deze week. Dus ik weet het niet. We gaan het zien. Ik weet niet hoeveel pompen dat er waren. 2 of 3 denk ik. Maar als je hier kijkt. Als ik naar even zijn er 3 denk ik. Maar nu kun je het niet meer zien. Maar op de kerk stond er aan de zijkant is. Dus ik denk dat dat dan de laatste is. Oké, we kunnen weer praten. Oké, we waren de fuck. Difficult to maintain a steady mind. Given the situation. Oh. Dat is dus mee. Ze brengen hier dus gewoon in, eigenlijk. Fuck. Alles is. Dus nu kunnen we. Laten we hier nog iets in doen. Oké. Dus ik denk nu. Goed zijn. We moeten nu wachten op Casey. Dat hij weer belt. Maar ik wil toch even wat meer shit opdrukken. Ik wil eerst hier liggen sowieso. Maar hier waren er 2. Perfect. Ik ga dit hier even aanpassen. Het is zo chill dat dit gewoon kan met VR, man. Oké. We gaan ook wel gaan slapen, denk ik. En we gaan het zien. Al die beeldjes gaan we terug zien. We hebben hier toch nog niks aan. We hebben die klok trouwens. Dat niet werkt, dus die gaan we ook wel doen. Laat ik kijken wat we straks kunnen doen dan ook nog. Maar we gaan nog niks kopen dat ik voor de volgende aflevering doe. Maar ik merk dus als ik slaap dat niet lijkt opslaan. Dat ik daar niet heel snel begin weer. Dat lijkt. I don't know, like de laatste echt het fast travel is ofzo, of echt het ik weet niet. Dus we gaan even wachten nog. En dan ga ik afsluiten, als we met Casey gaan praten ofzo, dan denk ik dat dan safe. Heeft. Dat dan dat kan worden. Welke staan ze hier? Het is nu nog alles aan, het is nog alles aan dag, het is dus nacht. Maar ja. Dus moet iedere keer 2 keer slapen dat je deze dag gaat. Ja, ik ben nummer lucht, oké. Uiteindelijk is het wel kut. Dat vind ik wel een beetje kut dat er zoveel komt tegen me, dat het niet leuk is. Ik heb toch gehad. Yo, ben hier. Niet zo. Yeah. What is it? Something's really been bugging me. I'm wondering if you could dig up some answers. I'm game. What do you need dug up? Even zitten hier door. I need some information on what happened to the people who were in the reserve with me. The other members of my squad. When the water pressure was getting too much for the bunker to handle, sections of it started to lock down. We analyzed the systems and we were able to pinpoint the issue. They went off to fix it and left me behind in the reserve. But then the whole place locked down, trapping me inside. I tried to reach them by radio, but I got no response. I need to know what happened to them after they left. Why do you need to know? Honestly,
What happened to my friend Kenneth is what concerns me the most. We were close. The other three, we didn't part on the best terms. We didn't see eye to eye. Tell me about your friend Kenneth. He was like a big brother to me. Stood up for me when everyone else in here was out of their fucking minds. What's the point you're trying to make, Casey? They made a fucked up decision, okay? Kenneth and I were not cool with it, but they did it anyway. Let's just leave it at that. I'm not in the mood to get into it. Yeah, okay. Past is the fucking past. If you wander over to Rampart Hive, maybe you can dig something up. The gym is probably the best place to start. There was a disaster relief camp there that they were going to search. Find out if Kenneth made it. That's all I'm asking. Maybe it'll help me sleep better. Maybe not. I'll keep my ears peeled for what we need in the meantime. We gaan niet naar die kankerschool gaan, eigenlijk, om eerlijk te zijn. Het is een fucking school en een zombie-apocalypse maar amper licht in. What the fuck denk je dat ik ga doen, man? Oh, maar toch, we gaan niet eerlijk over gaan. Ik ga dat alles is vandaag niet doen. Vandaag gaan we geen missies meer doen. Dat is de Rampart, dat is Casey. Oké, dus we hebben die twee missies dus nu, oké? Dus dat gaan we dus de volgende keer doen, in de volgende aflevering. Nu gaan we even kijken om dit sowieso te maken. Oh, we gaan alles aan meepakken. Hier, dit is handig, dus dit gaan we meepakken. Dus we kunnen nog niet goed schrijven, ik heb wel meer hulp nodig. Ik wil één keer kijken naar dit, ik kan het niet switchen. Het is wel handig, dus hier kun je beide perfect boven mee afhalen. Dus dat is chill. Ik ga niks doen hier. Deze hebben we niet nodig per se. Deze wil ik wel nog hebben, dus uiteindelijk ga ik toch niet doen. Deze wil ik ook niet echt upgraden, want ik gebruik nooit zo'n grote wagen. Dat vind ik echt kut om mee te werken, dus ik ga al niet doen. Verder kan ik wachten voor hout. We hebben hout. Hebben we iets van hout dat we lukken weg doen? Behalve het kruis. Oké, wat ga ik kijken? Het wordt goed. Dit is geen hout. Oh, kruis. Het is in de vierde, het is perfect genoeg, maar het is een kruis. Sterk. Mag ik het wel hout? Please. Ik wil niet mijn fucking ding weg. What the fuck? Oh, shit. We gaan het niet weg doen. We gaan wachten. De volgende aflevering gaan we kijken wat er in de kan komen. Hier kun je terug zien wat we allemaal hebben. Suiker en zo. Hier keer het niet echt veel om. Ik gebruik het toch een paar even in genoeg ding. Maar gunpowder, blablabla. Het is wel veel. Hier hebben we meer van nodig. Metal woods hebben we meer van nodig. Valt nog allemaal mee, vind ik. Oké. Okay. Nou dan ook. Denk dat ik het wel ga afsluiten hier. Eigenlijk wil ik ze hier aan, maar ik wil die hoven er wel aan laten. Oh ja. Oké, we gaan het zien. Dat we gaan doen met de inrichting. Dat is voor later. Eerst moet ik de Casey gaan rennen en zo snap. Waarom? Dat is zo kut dat dat hier blijft opstaan, man. Nee, maar kijk, hebben we nog iets. Wat? Kijk, dit hebben we nodig. Dan houden we hoeveel is. We hebben net 1200 euro, dus we gaan het trekken. Dit kunnen we niet raken. Dus dat hier. Deze wil ik ook allemaal hebben. Dan ook, denk dat ik het hier wel ga afsluiten. Het was heel chill. En de volgende aflevering gaan we zien wat er allemaal gebeurt met de school. Wat dat fucking kut gaat zijn. Dat gaat echt kut zijn. Daar heb ik echt geen zin in. Dat is echt het meest creepyste shit dat ik ooit heb gedaan in dit kutspel. In dit leuke spel, maar ik bedoel, dat is een kut deel van het spel. Naar fucking school gaan, die verlaten is met zombies en heel licht. Oh, dat was zo kut, man. Ik wil er niet aan denken, ik wil er niet naartoe gaan. Maar we moeten er naartoe gaan voor een missie, dus we gaan er toch naartoe moeten gaan. Hopelijk zo lang mogelijk kan ik het uitstellen, maar ik heb hier niks meer dus. Dit is echt niet gezond. Like, chillen aan Saints and Sinners vind ik dat... Ik ben nu weer begonnen met The Walking Dead. Ja. Ik vind het niet meer fucking chill. Het is gewoon kut aan Rick, alja, hoe weet je wat, en Glenn en zo, ja. Maar ik vind hem zo chill, maar het is zo cool. Hier die cirkel zo erop. Het is echt precies van Negan, dat ding hierop. Like, het is allemaal precies van Negan. Het is de echte Negan knuppel. En dat is zo zot. En, like, Negan is echt een van mijn favoriete karakters. Like, het is gewoon kut dat hij, alja, daar... Dat Rick zo, weet je wel,
op zijn knieën moest gaan en shit. En like, die Glenn vermoord en zo bla bla bla. Maar ik bedoel, verder vind ik hem echt cool. En like, die fluitactie is ook zot, like, gewoon zo. Zo. Dat pakken, dat is zo creepy, het is zo chill. Het is zo cool dat ze dat er echt aan mij gestoken hebben. En hier hetzelfde met dat geweer hiervan. Dit is een echte geweer, denk ik. Oh ja, het leek er al, ze zwakken je op. En bedoel, het zijn allemaal zo dingen aan hier. Dat mes leek gewoon op mes van Daryl. Noemt anders, maar het zijn wel echt die dingen. En de katana, dat is de katana van Michonne, denk ik. Die andere is niet van Michonne, dat is gewoon een upgrade versie, denk ik. En dat is hier Glenn's kostuum dat hij aan had in season 3. Het einde van season 3, toen dat er is nog op. Pak je zit op jouw plof. Ik heb jouw big day. Bah! Wow. Ik heb hier zoveel zombiebrains bij staan. Ik heb nog niet genoeg gebruikt. We gaan het volgende aflevering meer proberen te doen. Dan ook, ik ga nu echt wel afsluiten. Dank u voor het kijken naar deze video. Cool dat je chill bent. In de volgende aflevering gaan we zien wat er gebeurt met de school. De fucking school en de zombieapocalypse. Ik heb er geen zin in. Waarom ziet het er zo mooi uit? En die vlaag zo. Perfect. Batterij is leeg, dus ik ga het vlug moeten afsluiten. Dank voor het kijken. I love you. En tot de volgende keer. Later.